eind april of midden april gaat mijn nieuwe nummer uitkomen, jongens. Ik wil jou hier de hele nacht. Daar zijn we, jongens, in de studio van Slam. De vader van Niek, maar die is een half jaar geleden overleden, ook aan kanker. Dus ik heb dit uurtje heb ik voor hem geknald. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En ik wil weer gelijk beginnen met dankjewel. Want we zijn met wat is er gebeurd naar plek 48 gezakt. En toen dacht ik, oké, dit is het. Dit was het. We gaan de charts uit. We gaan de top 50 uit. Maar nee, we gingen naar 44. En vandaag is de charts weer bijgewerkt. En ik sta op plek 37, jongens. Het is echt bizar. Het blijft gewoon lijp. Hoeveel mensen er na bijna 3 weken nog steeds zoveel aan het streamen zijn. En ja, ik wil jullie daar gewoon weer voor bedanken, jongens. Het is echt bizar. En ik ga straks iets heel erg leuks doen en ook iets goeds voor Stichting Fight Cancer samen met Slam. Ik ga namelijk een uur op een spinningfiets zitten en we gaan eventjes, ja, zij gaan wat vragen stellen over wat er gebeurt en over ons feest wat eraan komt, J-Events. Dus zeker leuk. En het is leuk om een keer naar de radio te gaan, want ik ben nog nooit bij... Ja, oké, ik ben wel een keer bij een radiostation geweest, maar dat was dan bijvoorbeeld voor GTSD of voor iets anders. Maar deze keer ga ik er naartoe voor en Stichting Fight Cancer en voor het goede doel. Maar ook natuurlijk om track te promoten wat er gebeurt. En ze gaan hem als het goed is ook draaien, jongens, op Slam FM. Dus dat is heel erg dik. Maar eerst ga ik me even scheren, want ja, mag eraf. Mag eraf. Gaat er weer af. Kijk eens eventjes, hé. Helemaal glad weer. Ziet er weer gelijk uit, echt gewoon als een jonkie. Nou, het is ook niet dat ik oud ben, maar jullie snappen wat ik bedoel. Wel altijd lekker, jongens, we even helemaal fris zijn. 6 april hebben Ella en ik een jaar. En wij wilden gewoon wat leuks gaan doen. We dachten, we gaan het, een jaar, een relatie is natuurlijk best wel een mijlpaal. En voor mij is het ook de langste relatie die ik dan tot nu toe heb gehad. Maar we wilden eventjes naar een stad gaan, bijvoorbeeld ergens in België. En toen kwamen we op Brussel uit. Dus voor 6 april hebben we Brussel geboekt een weekendje. Dus dat wordt leuk, jongens. En dat ga ik natuurlijk ook gewoon weer lekker vloggen en aan jullie laten zien. Maar ik heb er echt heel veel zin in. En we gaan waarschijnlijk met Amber en Ruud, dus met z'n vieren, Ella gaat ook mee, gaan we naar mijn oma. En mijn oma die woont in Torremolinos in Spanje. Dus waarschijnlijk gaan we dan van 9 tot en met 16 mei. Zag je het goed? Ja, 19 tot en met 16 mei gaan we lekker naar Spanje, jongens. Dus leuke dingen op de planning. Kijk, ik zou natuurlijk nog eind maart waarschijnlijk met Niek naar een Dubai gaan of een vakantie. Maar dat ging niet door. Maar het is gewoon zo lekker als ik dan bijvoorbeeld nu weet dat ik nog gewoon lekker naar Brussel ga. Ik ga nog lekker naar Spanje. En dat geeft gewoon een lekker gevoel dat je gewoon weet dat je de komende tijd nog lekker, dat je weggaat. Goed vooruitzicht. Dus daar heb ik zin in, jongens. Daar heb ik zin in. Kijk, en ik wil niet op de zaken vooruitlopen, maar waarschijnlijk eind april of midden april gaat mijn nieuwe nummer uitkomen, jongens. Samen met Lassa, dus dat wordt echt een banger. Het is echt maar wat ik al eerder had verteld. Wat ze gebeurt en Hey Meisje, Dief in de Nacht waren... het zijn wat rustigere nummers. Laten we het daarop houden. Maar deze wordt echt gewoon zo'n clubnummer. Echt zo'n banger, jongens. En ik heb zoveel zin om deze uit te brengen. En helemaal als ik straks ook shows ga doen, dan is dit echt een perfect nummer. Echt top. Ik ben er zelf ook heel erg blij mee. Weet je wat? Weet je wat? Ik ga even een stukje aan jullie laten horen. Ik ga even gewoon een stukje aan jullie laten horen, jongens. Oké, jongens, komt ie. Dit is hem. Ik wil jou hier de hele nacht. Zo ben je morgen fijn, want je bent met mij. Ik ken je beter dan jij. Maak me maar van zo was het. Verder mogen jullie niet horen. De drop mogen jullie niet horen. En de first mogen jullie ook allemaal niet horen. Alleen dit stukje mogen jullie horen. En hij staat ook al op TikTok. Maar dan een snelle versie. Dat staat nu op TikTok, want het werkt altijd goed. Dus vind je nou een leuk nummer? Ga dan eventjes naar TikTok. Links staat in de beschrijving. Dan kan je de sound gebruiken. Maak er een TikTok op. Want ik ga alles checken. Net als met wat ze gebeurt. Ik heb serieus, denk ik, van al die 2.500 TikToks die zijn gemaakt, heb ik ze bijna allemaal gecheckt. Time to shine, jongens. Ik moet zeggen, kijk, ik ga veel naar de sportschool. En bij Hidde ga ik dan heel vaak gewoon krachttraining doen. Maar zeg maar, een uur lang op een spinningfiets zitten is echt wat anders. Ja, dat is echt wat anders. Dus ik ben benieuwd hoe mijn conditie is. Ik deed gisteren trouwens mee met een potje Power League. Dat is een soort van een kooitje waar je in kan voetballen. En de bal gaat zeg maar nooit uit. Het is echt een spel met een scheidsrechter. Ik bedoel, het is echt officieel, zeg maar.
Dus ik ging een keer met vrienden meedoen, maar daar gaat de bal dus nooit uit. Dus je kan nooit stoppen met rennen, zeg maar. Dus je bent altijd bezig. Nou, en toen heb ik gemerkt dat mijn conditie heel slecht is. Dus ik ben benieuwd hoe deze spinning sessie gaat van een uur. Maar we gaan het zien, jongens. En het is voor een goed doel, dus moet niet zeiken. Dat moet ook gebeuren, jongens. Helaas. Tanken. Potjandori. We zijn aangekomen in Naarden, jongens. Maar kijk eens eventjes wat een gebouwen en wat een huizen hier allemaal staan. Dit is echt wel een lekkere plek om te wonen ook. Ik heb altijd gezegd, als ik op een gegeven moment miljonair ben, ik weet niet hoe, maar het gaat nog lang duren. Maar als ik op een gegeven moment miljonair ben, dan lijkt me dik als ik gewoon bijvoorbeeld ergens in Aardenhout of in Bloemendaal, een beetje in de buurt van Haarlem waar ik ben opgegroeid, om daar te gaan wonen. Maar Naarden ziet er ook wel top uit, hoor. Allemaal mooie huisjes hier, oh. Wat een grappige plek voor studio's. Hier ergens moet die studio zijn. Ik heb echt geen idee. Waar is het? Hier rechts. Is het hier rechts? Oh, het is dus blijkbaar hier. Het is blijkbaar hier. Ja, slam. Ik zie het staan. We zijn er. Nou, top. Dit zijn dus de studio's van Slam FM. Echt gek. Echt een gekke plek eigenlijk voor studio's. Het ziet wel vet uit. Een soort van oude boerderij. Nou, daar gaan we, jongens. Ik ben benieuwd. Zo, ik ga wel even mijn spijkerbroek uittrekken. En ik ga even een trainingsbroekje aantrekken. Want anders ga ik helemaal zweten in mijn spijkerbroek. En dat willen we niet hebben. Daar zijn we, jongens. In de studio van Slam. En hier staat hij dan. De fiets. Waar ik een uur op ga fietsen, jongens. Ik zei het ook al, mijn conditie is niet de beste. Maar we gaan het gewoon doen. We zijn begonnen. Spin for life, jongens. Nog 53 minuten. Nou, ik moet nog wel iets langer, volgens mij. Want ik begon iets later, maar... Daar zijn we! Daar ga je! Wat was het vorige record? Het vorige record was 33 zoveel kilometer binnen een uurtje. Ja? Je bent veel jonger dan meeste Jesper. Dus het moet goed komen. Oké. 43. Oké, nou. Dan gaan we. Nieuwe man, een nieuwe strijder op de fiets. Hij is een alleskunner, YouTube, artiest en acteur. Je kan hem kennen van GTST, Brugklas. Dat is een nieuwe check. Nieuwe track, wat is er gebeurd met Jesse? Dat gaat als een malle op Spotify. Laat je horen van Vincent Visser. Hey. Hey man. Hey. Wat goed dat je er bent. Ja, tuurlijk. Lekker. Tuurlijk. Het is ook. Ja. Het is de docent hebben we net gehad. En nu is het tijd voor de leerling uit Brugklas. Ja. Daarom. Leuk. Hoe ga je? Wat is het doel? Nou, ik ga gewoon, ik hoorde net 33, ja. Nieuw record. Ik hoop ergens tussen de 30 gaan te tikken wel. Dat zou wel zijn. Is er nog een speciale reden dat jij vandaag in de fiets op bent gestapt? Ja, mijn beste vriend is denk ik een half jaar geleden zijn vader verloren. Dus ik zit voor hem op deze fiets denk ik vandaag. Wauw. Ik ga het doen. Dan gaan we het voor hem doen. Dan kan meekijken slam.nl/spin4life. Dat record dat gaat eraan. Ik heb er heel veel vertrouwen in. Vincent Visser, tot 3 uur bij ons. Eerst muziek van Jack Jones, Whistle. We gaan een pre-workout shot doen. Maar als ik deze neem, dan moet ik dus eigenlijk wel boven de 33 komen, hè? Ja. Dan gaan we. Ah, hij smaakt goed. Wow. Lekker hoor. Dan gaan we, jongens. Zo, jongens. We zijn goed onderweg. Nog 42 minuten. Gaan we lukken, jongens. Meester Jesper was hier net. En die had 33 gehaald. Dus misschien moeten we wel proberen om er overheen te gaan. Maar of het lukt, dat weet ik niet. Nog 15 minuten te gaan, jongens. Kom op. Woe! Ja! Kom aan! Ja! Het record is dus 33, ik sta nu op 20. Kijk, daar zijn we! Wat is er gebeurd op de radio, jongens? Nice. Heeft ook Vincent Visser gedaan. 3, 2, 1. Jouw spinnenuurtje zit erop. Ik heb een heel benieuwd. Zijn de records in de loop op dit moment? Ja, sta ik in top 5? Ja, onwijs goed gedaan. En denk dat je er was om in te zetten voor Spin for Life. Enorm bedankt. Graag gedaan. Laat je horen voor Vincent. Yes! Binnenkort zijn bezoekers in de studio is te zien in zijn blog. Want hij is op blogcamera. Ja. Op dit moment. Goed dat je er was. Zo meteen op de fiets, onze Max Bolhuis. Dat kan toch niet. Dat was hem. Oh. Holy shit, jongens. Dat was hem. Ik heb dus een uur op die spinningfiets gezeten. En ik heb 1000 calorieën verbrand. En ik had, zeg maar, het record was 33. Ik had nog 6 minuten over, maar we moesten stoppen vanwege de show. Dus ik had zeg maar nog eigenlijk 6 minuten. Maar ik ben geëindigd op 28,6 kilometer, jongens. En ik doe nooit aan conditietraining. Dus ik ben echt
ben trots op mezelf, jongens. En ik heb vanochtend ook echt alleen maar een bakkie kwark op met banaan. Dus ik ga ook eventjes langs de tankstation, denk ik. Om even een broodje te halen. Maar ik vond het leuk. Ze hebben ook mijn nummer gedraaid. Dus dat is ook echt, was ook echt leuk om te horen dat gewoon je nummer bij Slam wordt gedraaid. Dat is top. Dus was leuk, jongens. Ik ga even me omkleden. En dan ga ik weer lekker naar huis. Oeh. Oh, zo, jongens. Dat was hem. Zo, ik voel het ook echt in mijn benen, jongens. En eigenlijk zou ik dus vanmiddag om 12 uur bij Hidde gaan trainen. Maar dan zou ik dus mijn benen gaan trainen. Dus beter heb ik dat niet gedaan. Anders had ik dat nu echt niet gehaald. Als ik dan zeg maar eerst mijn benen ga trainen en vervolgens op zo'n spinningfiets ga zitten fietsen een uur lang. Dan had ik het niet overleefd. Maar goed, ik heb het overleefd. Oh jongens, heerlijk om gewoon weer lekker in mijn auto te zitten. En gewoon lekker het gaspedaal in te kunnen drukken. En dat ik gewoon naar voren ga in plaats van dat ik de hele tijd op die fiets zit. Maar nee jongens, ik vond het leuk en het was natuurlijk voor een goed doel. En ze vroegen ook aan mij van doe je dit voor een speciaal iemand? Heb je een bepaalde reden waarom je zeg maar, je nu inzet voor dit doel? En toen heb ik gezegd dat, ik had het ook aan jullie verteld. De vader van Niek, die is nu denk ik een half jaar geleden overleden. Zo, gaat trouwens echt heel snel. Maar die is een half jaar geleden overleden, ook aan kanker. Dus ik heb dit uurtje heb ik voor hem geknald. Dus ja, dat was wel mooi. Maar ik heb heel veel trek. Dus als ik straks ergens een tankstation tegenkom, dan ga ik even eten. Maar check dit jongens, mijn ramen die zijn dus aan het beslaan. Omdat ik dus nog steeds gewoon aan het nazweten ben van het fietsen. Maar ik heb 28 kilometer gefietst. Dat is best ver hoor. Als ik nu kijk, hier, ik moet nog 17 minuten moet ik rijden naar huis en dat is 25 kilometer. Zeg maar, dus ik kom eigenlijk van de studio terug fietsen naar Amstelveen. Dat heb ik dus net gefietst. Bizar, ik ben trots op mezelf jongens. Goh. En weet je voor wie ik heb gefietst? Nee. Ik heb voor Jopie gefietst. Voor mij? Nee, voor Jopie senior. Oh, van mijn vader? Ja, ze vroegen nog, ze zeiden nog van fiets je nog voor een speciaal iemand of als eerbetoon. En toen heb ik Jopie genoemd. Nou, dat lief. Goed hè, dus ik heb 28,5 kilometer gefietst. Zo. Ik wilde eigenlijk langs het tankstation gaan om een broodje te halen, maar ik dacht, weet je wat, ik krijg gewoon even lekker naar huis. Ik ga even thuis lekker douchen, dat heb ik net gedaan. En ik ben eventjes naar beneden gelopen naar de supermarkt om eventjes lekker broodjes te halen. Ik heb kipfilet, carpaccio, ei, avocado. Maar ik ga even een broodje carpaccio maken, maar Niek die is ook onderweg. Dus ik heb genoeg broodjes gehaald, want Niek die had ook nog niet geluncht. Dus ik heb trek jongens en ik ben kapot. Wat moet het in mijn koelkast? Wat moet het in mijn koelkast? Dus kipfilet. Moet je het opeten nu? Kipfilet. Ik dacht ik ga even je keuken opruimen. Ja, pak maar. Ik ruim even je keuken op. Ja, mag. Ga je gang. Nee, ik kan het ook niet doen. Nee, doe maar. Ik hoef het ook niet. Nee, trouwens, doe het ook inderdaad niet. Nee. Doe het nou maar gewoon wel. Het is wel niet mijn keuken. Zo jongens, het was vandaag een grauwige dag. Maar kijk dit. Ah. Kijk nou eventjes. Perfect, hé. Wat een lekker zonnetje. Het is weer helemaal blauw. Kijk jongens, weet je wat heel gek is? Kijk, je ziet het hier en hier zitten twee witte puntjes. Of sorry, twee zwarte puntjes. Maar dat is dus zeg maar stof die of op mijn lens zit of op mijn sensor. Maar ik kan het dus niet weghalen door te blazen. Maar ik heb het even opgezocht. Je moet dan zeg maar zo'n kit kopen dat je zeg maar alles kan schoonmaken van binnen zeg maar. Maar ik irriteer me er altijd echt heel erg aan. Maar waarschijnlijk jullie niet. En ga je er nu op letten, misschien ook ik die moet zeggen. Maar goed. We gaan vanavond gewoon naar de première. Je hebt niks. Ogen dicht, handje vooruit. Nee, doe je ogen. Ik wil die hand klikken. Ja, doe eens normaal zeg. Nee, we gaan gewoon naar première. Je hebt een mooie outfit aan ook. Gast, ik wil wel, maar ik ga... Waarom wil jij echt zo graag naar die film? Het is een fucking leuke film, jongens. John Wick. Voor de mensen die John Wick kent. John Wick zijn echt fucking dikke films. En dit is deel 4. We moeten daar gewoon heen. Het is... Anastasia doen. Huh? Nee, waarom? Oké, what are the odds als we naar John Wick gaan? Waarom? Ik ga gewoon sowieso naar John Wick, dus jij gaat gewoon mee. Ga dan. Ga gewoon mee. Als ik niet mee ga, ga je dan ook. Wat? Als ik niet mee ga, ga je dan ook. Ja? Nee, maar jij wil je nou wel of niet mee? Geef me vijf minuten. Niek is echt een loser. Dus daar zou je niet mee. Ja, waarom zou je in godsnaam niet meegaan? Niek, waarom zou je Niek meegaan? Ik weet niet wat John Wick is, ik weet niet wat voor films, ik weet niet, is het een rom-comedy, is het een actie, is het een... Actie. Het is, laten we zeggen, het is redelijk actie.
Klein beetje. Eindelijk. Klein beetje actie. Heel klein beetje actie. Eindstand, de film die duurt tot 11 uur 's avonds. En na het uur vieze ben ik helemaal kapot. Maar mag ik even jullie aandacht voor het feit dat hij zo spastisch mij gaat overhalen. Dat ik gewoon een beetje rustig een broodje aan het maken ben en alles. Je bent mee, je bent mee. Nou, au. Nee, maar Niek heeft geen zin. Godverdomme. Ah ja, kom. Luister, ik heb een uur lang voor jou vader. Ja, dat weet ik. Een uur lang heb ik lopen strijden voor jouw pa. Weet je? 28,6 kilometer gefietst. Weet je, dat vind ik ook heel blij dat ik het heb gedaan. Mag ik één slaan? Nee. Mag ik één slaan? Nee, maar ik wil nog één. Nee, niet maar een bladje. Twee gast, daar kom je nooit doorheen. Ah! Niet te hard. Nee. Ga jij staan dan? Kom dan, Wim. Eén kussen zijn toch? Mag ik ook voor jou dan? Oké. Okay. Eén of twee kussens? Ja, twee dan ook. Maar goed, sowieso even tussendoor. We blijven gewoon thuis. Sorry, dat is de conclusie. Want we hebben ook nog niks gegeten. Ja? Ja, maar ja. Ah! Oh. Ah! Ah! Kijk, hoe heb je dan je vinger? Ah, ik zat vol mijn vinger. Oh! Kneus, ik hield hem zo vast. Ja. En je slaat op mijn vinger. En je doet ook dit. Kun jij slaan? Oh, jongens. Oh. Ik denk als ik echt wel punten wat ik not op zijn bek moet slaan, dat het helemaal misgaat. Dat ik gewoon... Ik denk het ook. Ik zag gewoon een haar gestompt doen. Gewoon wel. Ja, dat deed je net ook. Net dat jij ook zo. Ja, dan kan je meer kracht zetten. Eet smakelijk, jongens. Eet smakelijk. Mijn eten is echt een half uur later, maar ik had ook heel veel later besteld. Waarom is hij gedisconnect? Weet niet, misschien is hij leeg. Nou jongens, van naar een première gaan. Kan wel met links hoor. Ja. We zouden eigenlijk naar een première gaan, maar uiteindelijk zitten we heerlijk op de bank. Ik snap dit ook helemaal niet. Hoezo snap je het niet? Zeg maar, het is niet... Fortnite is niet... Oké, waar gaan we naartoe? Hoeveelste woordje? Wat? Hoeveelste woordje? Ik ga onder de 50 eindigen. Dat is niet zo moeilijk. Huh? Doe onder de 20. Onder de 50. Heeft hij toch zijn zin, hè? Spannend! Lekker op het bankje. Nou, ik moet zeggen, jongens, ik was ook wel echt... Na dat fietsen, een uur lang fietsen, zeg maar, was ik echt gewoon... ik dacht het lekker van, oh, ik ga lekker op de bank zitten. En ik ga lekker niks meer doen. Vooral mijn vriend. Ga wel. Slaap lekker. Slaap lekker. Slaap lekker. Laatste stootjes voor jou. Wat? Laatste stootjes voor jou. Niet, die gaat nu naar een chick. Hey, succes. Ik ga naar mijn moeder, jongens. Don't worry. Later. Hij gaat naar een chick. Dames en heren, jongens en meisjes. Niek is er vandoor en ik ga ook lekker mijn bed in. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet natuurlijk geen blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een nieuwe video. Later.